Elke dag om 10 uur, dan bewegen we de puppy's. Want zo kunnen we goed in de gaten houden of ze goed groeien en of Sansa genoeg melk geeft. Dus dat gaan we nu doen. Het is 10 uur, dus we gaan nou beginnen. Ik probeer het altijd op volgorde van geboorte te doen. Maar dat lukt niet altijd. Als er eentje ligt te drinken, is het ook wel zielig om hem los te maken. Nou, ik ga beginnen. De eerste was rood. Kom maar. Ja, die zit dus nog vast. Dan gaan we... Oranje heb ik hier. Dat is een teefje. Nou, de weegschaal is eruit gegaan. Oranje is een teefje, meisje. Sansa begint eraan te wennen. Die vond ik in het begin echt helemaal niks, dat wegen. En oranje weegt 422 gram. Kom maar, kijk eens, daar is mama. Dan hebben we hier een groen. En dat is een stevige reu. Bij de geboorte was dat de grootste. En groen weegt zo 526 gram. Zo. Dikkertje. Pipo. Dat. En de rest ligt aan de bar, jongens. Kom eens hier. Kom eens hier. Ah ja, hier heb ik het rode teefje. Die is als eerste geboren. Die was het lichtste van het nest. Qua kleur en qua gewicht. Kijk dat tongetje dan. Ah, gozie. En rood is 388 gram. Ja. Wie heb ik nou nog niet gehad? Roze niet? Oh, meisje toch. Een blauw niet. Het is goed, Sansa. Het is goed. Roze, donkerste teefje. 462 gram weegt roze. Kom maar, meisje. Gauw naar mama. Gauw naar mama. Blauw, hè? En nou nog het tweede reutje. Laat mij eens even kijken. Kom, meisje, vier. Oh, daar is die kerel. Daar is die kerel. Borka. Wat lieverd, hè? Wat een lieverd. Donkerblauw weegt 448 gram. Ja. Kijk. Wat waren ze alweer? Schatjes. De werpkist maken we iedere dag schoon. We leggen er een nieuw vetbed in en daaronder wat absorberend materiaal. Tot nu toe heb ik dat steeds gedaan als Sansa even uitgelaten werd. Maar ik vind het nu wel tijd worden dat ze eraan gaat wennen dat dat gewoon elke dag gebeurt. En wat ik ga doen is, ik ga de pupjes in deze mand leggen. En als het goed is, dat deden de vorige teefjes altijd wel, gaat ze erbij liggen en dan kan ik... Oh, is het vol? Ispel, doe het even voor. Ja. En dan kan ik de werpkist verschonen. Ispeltje, ga eens uit. Goed zo, ga maar even helemaal uit. Goed zo. Sansa. Sansa. Kom maar. Kom maar. Kom eens. Kom maar, goed zo.
over 10 tijd om te gaan slapen. Sansa ligt lekker in de werpkist met de puppy's. Ze heeft net lekker flink gedronken. Dus dat is goed. En ja, hier is het bedje voor Aegisthar. De bank weer even helemaal gestofzuigd. Slaapzakje neergelegd. En een kussen. En hopen dat ze vannacht lekker kan slapen. Lady ligt er in een mandje. En Ispel die ligt in de bench. En ze liggen allebei te wachten tot ik ze uitgelaten heb. En dan kunnen ze mee naar boven. En die slapen lekker bij mij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.